En de regering wil niet meer met twee verschillende groepen van de centrale landsdienarenorganisatie CLO praten. De scheuring binnen deze organisatie moet worden opgelost, alvorens de gesprekken over een loonsverhoging voor ambtenaren kan worden voortgezet. Michael Miskin, secretaris-generaal van CLO, haalde tijdens een vandaag gehouden persconferentie aan dat de gesprekken tussen CLO en de regering over de loonsverhoging in januari zullen worden voortgezet. Echter is deze informatie niet gedeeld met Miskin, maar tijdens een ontmoeting tussen Albert Ramdien, onderhandelingspartner van de regering, en Ronald Hooghart. Wanneer de president op 8 oktober 2020 zegt dat CLO uitgenodigd gaat worden, nog deze week, toch? Dan verwacht je dat je vrijdag of zaterdag uitgenodigd wordt. Dus op 9 of op 10 oktober. En op een gegeven moment op 9 oktober krijg ik een tip van een van mijn mensen dat de heer Hooghart uitgenodigd is geworden op 10 oktober. Ik heb toen mijn telefoon gepakt en ik heb het secretariaat van de minister van Buitenlandse Zaken gebeld. En de minister, de secretaresse heeft me gezegd van inderdaad, er is een afspraak voor meneer Hooghart, maar er is geen uitnodiging voor u. Dus vanaf dat moment hebben wij geprotesteerd. Wij hebben de informatie vanuit onze kanalen gehad dat meneer Hooghart met meneer Ramdien en meneer Achaibersing op 10 oktober heeft vergaderd. En dat die ministers, meneer Hooghart, hebben aangegeven dat er geen ruimte is voor betaling. En dat de betaling pas in januari, of tenminste, laat me dat voorzichtig zeggen, de gesprekken over loon pas in januari weer verder kunnen gaan. Miskin haalt verder aan dat op aanwijzen van Hooghart de andere partij binnen de CLO niet was uitgenodigd. Groep Miskin kreeg in het weekend contact met Ramdien, die aangeeft dat er een oplossing moet komen in het CLO-geschil, zodat er maar één gesprekspartner is voor de overheid. Miskin, wij als regering hebben veel problemen met die scheuring. We willen graag onderhandelen met één partij. Doen jullie je best om eruit te komen? Hij heeft gezegd van, wanneer we in januari, dat is ook goed wat hij zegt, wanneer we in januari gaan praten, hoop ik dat het probleem opgelost is en dat we met één partij praten. Wie die partij ook mag zijn. Toch? Ik heb de minister toen gezegd van luister, de heer Hooghart heeft zijn vergadering gehad en zijn looneis ook gesteld, maar wij gaan vandaag hier ook vergaderen. Hij heeft gezegd van goed, ik ga naar het buitenland voor een week. Ik heb hem succes toegewenst met zijn missie in Frankrijk en in Nederland. En hij heeft gezegd van zodra hij terugkomt, maakt hij dus weer contact met ons. Daar is waar de zaak ligt. Michael Miskin, secretaris-generaal van de CLO, vandaag tijdens de persconferentie in KOB. Het collectief van vakbonden onder CLO heeft gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met de regering over de loonaanpassingen van de ambtenaren.